Joshua Sanchez, welkom. Dankjewel. Hoe ging het op de eerste training? Ja, lekker. Pittig weer voor de eerste keer, maar we zijn natuurlijk al 2 weken zijn we klaar met de competitie en daarna gelijk vrijgaan. Ik ben wel bezig geweest, maar groepsverband is nog wel even wat anders, maar weer lekker dat we weer kunnen beginnen. Wat vond je van niveau? Kon je het wel een beetje... Ja, zeker. Mooi. In ieder geval een mooie voetbalnaam eigenlijk. Joshua Jeremiah Sanchez. Ja, dat is een prachtige naam. Een nieuwkomer natuurlijk binnen de voorselectie. Maar voor jou wel op bekend grondgebied. Want ik bedoel, je bent in Amsterdam geboren. Je hebt voor Ajax gespeeld. Ja. En ja, hoe is het voor jou om weer terug te zijn? Ja, prachtig. Ook gewoon met jongens van een goed niveau. Kan je lekker mee meten. We spelen allemaal in goede elftallen, goede clubs. Ja. En ja, lekker in Amsterdam. Wat is jouw binding met Suriname trouwens? Ja, gewoon heel groot. Ik heb daar ook 1 jaar gewoond toen ik wel jong was. Ik was 3 toen. Maar ik ben vorig jaar nog terug geweest en ik hou van Suriname. Vind je vader of moeder ook? Ben je verbonden? Zijn die allebei Suriname? Allebei Suriname, ja. Mooi, mooi. Heb je eigenlijk, hou je al rekening met een oproep voor de prelims? Voor een wedstrijd tegen Puerto Rico? Ja, sowieso hou je er mee rekening mee, je hoopt het ook. Maar dit is een ideaal podium om je dan te laten zien dat je erbij moet horen. Dat moet je dan afdwingen. Het is niet vanzelfsprekend. Dus. Heb ik een laatste vraag. Wat kunnen de fans vooral van jou verwachten? Ik bedoel, bij je club sta je bekend als assistkoning. Wat kunnen we verwachten van jou? Ja, van alles. Ik ben multifunctioneel inzetbaar, maar ik ben sowieso een keiharde werker. Dus ik zal dat sowieso meenemen en naar de groep ook toevoegen. Dat is tof. Mooie vooruitzichten, man. Hey, bedankt voor je tijd.